Goedenavond, ik ben Jean-Pierre Bazelier en sinds anderhalf jaar ben ik cameraman bij RTV Scheldemond. Ik ben toen benaderd door Jan Rubens, die twee ongelooflijk leuke programma's op de zender heeft. Zowel het programma Scheldemonder, waarbij we opnames maken in de studio, en het andere programma Immanentje op pad, waarbij we door heel Zeeuws-Vlaanderen rijden, in Jan zijn eentje natuurlijk, en ongelooflijk veel mensen ontmoeten, interviewen. Ja, het is te veel om op te noemen. En daarom heb ik een samenvatting gemaakt van iedereen die wij het afgelopen anderhalf jaar hebben geïnterviewd. Maar ik was het afgelopen jaar niet de enige cameraman van het programma. Want dit jaar sloot zich ook een andere cameraman bij ons aan. Ben van Eilderen. Goedenavond, Ben. Goedenavond, Jean-Pierre. Hoe ben jij bij de zender terechtgekomen? Ik ben vorig jaar deze tijd, dus als eind januari, ben ik met meneer Van Gorsel met de online wiskundeles in de digitale studio geweest dan. Zodoende kende ik dus Jan Rubbers al een beetje. En toen heb ik in mei nog een prijsvraag gewonnen. En toen kwam Jan Rubbers ook weer met het eentje. En toen op de terugweg van die prijsvraag, hij dropte me even af bij huis. Toen vroeg hij dat ik ook bij de zender wou komen om cameraman te worden. En toen heb ik ja gezegd. Ja, leuk. Ik kun je een aantal voorbeeldjes noemen van dingen die je in de afgelopen tijd hebt gefilmd bij RTV Scheldemond. Ik heb voornamelijk in mijn eentje op pad gedaan, maar naarmate dat ik dus steeds meer ging filmen, heb ik ook nog een paar losse items voor de RTV gemaakt, zoals retrangement.
die ik zelf presenteerde. En nou, laatst zit er in de pijplijn is een video over, nog een video op het Lodewijk College. Dat is van het Kenset team. En die presenteer ik dan samen met Jan. En voor de rest ben ik ook eens een keer te gast geweest bij Scheldemondig. En ik heb ook nog een gast voor Scheldemondig op het moment. Presenteren ga je er ook echt bij doen in de studio. Het is niet alleen het filmen. Nee, beide. Ik vind beide kanten vind ik wel leuk. Kijk, als cameraman heb je natuurlijk wat meer zelf de mogelijkheid om het resultaat wat aan te passen naar jouw wil. Heb je wat meer creativiteit. Maar presenteren en studiowerk is er ook wel weer heel leuk. En zeker om dat met Jan te doen, zoals met die laatste video van het Kenset team, was echt heel leuk en gezellig. Dus we hebben allebei best al veel gefilmd bij RTV Scheldemond. Ik heb onder andere nog een aflevering met Johnny Berends die eraan moet komen. Die is wel gefilmd, maar die moet nog gemonteerd worden. Heb jij nog een paar afleveringen die nog op de zender moeten komen? Ja, dus er komen er nog een paar aan. Eén was echt de eerste paar dagen van september is die al opgenomen. Dat is in mijn eentje op pad met de Praatpop, met Joep de Praatpop. Die komt heel snel op televisie. Dit zijn de laatste aanpassingen voor aan het maken. Dan zijn we al een iets wat zomerstje nu natuurlijk. En dan zit nu ook nog toch wel grote en uitgebreide aflevering van In Mijn Eentje op Pad in de Pijplijn. Waar ik en Jan dus samen in het eentje op zoek gaan bij het Lodewijk College in Terneuzen. Waar wij een team interviewen dat meedoet aan een landelijke wedstrijd voor een satellietje tot op een kilometer de lucht inschieten. En dan ben je ook eens in Grauw geweest, geloof ik, voor een aflevering van Friet met Mossels. Friet met Mossels was echt wel een hele leuke aflevering. Dat was met de preview. Voordat hij dus naar Film by the Sea ging, was er een preview voor iedereen die er eigenlijk aan mee had gewerkt. Voor alle sponsoren in het dorpshuis van Grauw. En toen ben ik ook met mijn cameraatje daar naartoe gegaan. En daar heb ik dus ook gefilmd. Toen was Jan in pastoorspak. Die heeft daar een kwart intro en outro mee gedaan. En toen hebben we inderdaad ook jou geïnterviewd. En de regisseuse en nog een actrice. Nou Ben, ontzettend bedankt voor het leuke interview. En ja, ik denk dat het tijd wordt dat ik Jenna Kips dan ook maar eens ga bezoeken. In december was ik dus bezig met het film Friet met Mossels, zoals je hier achter ziet. Met het storyboard en met de film en met alles. En op een gegeven moment moesten we dan beginnen aan de productie. En ik had het storyboard al en het verhaal en van alles had ik al. Alleen het probleem was dat het project niet echt op gang kwam. En op een gegeven moment had ik allemaal mensen gevraagd en mijn familie gevraagd. Van, kennen jullie nog iemand die toevallig producent zou willen zijn? En toen belde mijn tante Nicole en die zei van, ja misschien Jan is wel iets voor jou, misschien weet hij wel iemand of kunnen jullie wel goed samenwerken. En vanaf dat moment is het eigenlijk helemaal gaan rollen, dan ja, is Friet met Mossels echt een film geworden. En ik denk als dat nooit was gebeurd, dan was het nooit zo'n goed project geweest. Dus ik heb wel veel te danken aan Jan en wij allemaal denk ik wel, dus wij zijn er heel blij mee. Dit was een samenvatting van de afgelopen anderhalf jaar bij Scheldemond. Wilt u ook onze Scheldemondig afleveringen terugkijken of interviews van andere journalisten? Kijk dan op onze YouTube-pagina. Ik wil u ontzettend bedanken voor het kijken en ik wil Jan Rubbens ontzettend bedanken om dit allemaal mogelijk te maken.
Als we alleen dromen, blijft het een droom. En als we samen dromen, wordt het werkelijkheid.